Gamebytes. Om hem beter te installeren 5 minuten voordat we gaan podcasten. Mm-hmm. Ik ben niet echt heel erg... Hij heeft toch ook nog een Windows PC? Ja! Ik bedoel, ja. Ik hoor mezelf soms terug en dan denk ik van... Laag, laag, mannelijk. Ja. 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 Ja, precies zo. Ja. Game bites. I love you so. Daarom maken wij deze show. We praten graag over games. Welkom bij Game Bites. Welkom bij Game Bites 293, opgenomen op 24 juli 2014. Ik ben Erwin Vogelaar. Aan de andere kant zit natuurlijk, zoals elke week, Harry Hol. Hey, hallo. En Bastiaan Vroegop. Hey, hoi. Dit is eigenlijk aflevering 293b, of poging 2... Vorige week hadden we geen podcast, zoals jullie wel gemerkt hebben. En we hadden er wel eentje opgenomen, maar de opname software werkte niet heel goed mee. Dus dit hebben we niet kunnen publiceren, helaas. Later, maar als we heel beroemd zijn en de wereld geavanceerder is, dan weet iemand ooit uit het corrupte databestand die podcast te halen. En dan wordt het gewoon verkocht voor miljoenen. Prima. Oh, dit zijn de bootlegs. Oh, wauw. Ja. Maar we gaan het gewoon opnieuw proberen. En het gaat deze keer goed. En vorige keer begonnen we met een huishoudelijke mededeling. Doe ik nu gewoon even lekker opnieuw. Want, opnieuw moeten we daar niet meer zeggen. Want voor de luisteraars is dit de eerste keer. Tenzij je deze podcast 2 keer luistert. In welk geval... Nee, maar voor ons opnieuw. Even dat, want het is een huishoudelijke mededeling dat ik 1 keer wil doen. Maar nu moet ik het voor de 2e keer doen. Nee, het is de 1e keer. Want... Oké, okay, ja, ga je gang. Nee, maar wij... Maar ja, oké. Okay. Ja. Voor de eerste keer. Je gaat een mededeling doen. Wij hebben bij GameBuys hebben nooit advertenties of dergelijks. Nooit deze podcast mede mogelijk gemaakt door. Tot nu toe in ieder geval. Maar we hebben een nieuwe manier waarop je ons wel kan steunen. We vragen jullie al telkens om een review achter te laten op iTunes. En dat doen jullie ook. Leuke recensies. Leuk om te lezen ook. Dus alvast heel erg bedankt daarvoor. Maar nu staat er ook op gamebuys.nl een link naar bol.com. En als je iets bij bol.com wil bestellen en eerst op die link klikt, dan gaat er een deel van het aankoopbedrag gaat naar gamebuys.nl. En dat helpt ons de podcast om in de lucht te houden. Ja, dat dus stel, je kan een boekbagage van Harry Hol kopen, maar je kan ook een console kopen of een televisie. En dan gaat er net wat meer euro's naar ons toe. Dus, en het kost je dan helemaal niks extra's. Dus het aankoopbedrag blijft precies hetzelfde als je niet op de link klikt en... doe je het wel, dan gaat gewoon een deel naar ons toe. Dus, een voorbeeld, een Myco Airco Perfect Cool Airconditioner voor €269. Oh, ik noem maar wat. Dat klinkt goed. Of een Miele wasmachine voor €899. Als je GameBytes heel erg wil steunen, dan ga je naar bol.com. Dan stuur je ze een mailtje en dan vraag je via die... eerst klik je op de link, dan stuur je ze een mailtje en dan vraag je... Hey joh, kan ik geen hypotheek bij jullie afsluiten? Ze verkopen ook vibrators bij bol.com. Nou, doe het met die informatie. Dus, ik zat net te denken over branded merchandise, maar dat idee gaat direct weer weg. Maar dus eenmalig, de links op gamers.nl. De Rabbit, je hebt die Hitachi, ik denk de Bas Vroegop moet ook. Oh. De Vogelaar. Oh, en discreet voor hem en voor haar. Oh, ik hoor op het hoogtepunt dan al de showtune beginnen. Okay, bye. Het probleem is wel een beetje dat ik mezelf in de hoek geschilderd heb. Want wat voor toy is in godsnaam de Harry Hol? Maar goed. Bol.com. Go. Heel erg bedankt voor de... Voor de ik heb hier heel erg spijt van. Kliks. Laten we gewoon snel naar games gaan. Games. Bijvoorbeeld. Destiny. Ja. Destiny Beta is uit. Een nieuwe game van Bungie. De makers van Halo natuurlijk. Die zijn weg bij Microsoft. Zitten nu bij Activision. En maken een shooter MMO voor alle consoles. Nieuwe generatie, oude generatie. Niet Nintendo natuurlijk. Maar nieuwe generatie, oude generatie. Er was ook een oprechte lach bij. Ah, niet Nintendo. Dat is idee.
Dat was echt gemeen. Ja. Maar dat is nu dus een beta van. Voor zowel, ja, eigenlijk alle consoles. Ja, ja, 360 PS, 3 PS, 4 Xbox One. Niet, ja, PC trouwens. Nee. Gek genoeg is wel de lead development platform is PC. Maar om onverklaarbare reden zeggen ze dat dat niet kan. Nog niet. Nou, het is gewoon een exclusive verhaal. Ik bedoel, zelfs de interface is al gemaakt voor muizen. Maar, ja, klopt, ja. 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 Ik moet om even kijk, dat is het ding heel erg met console-RPG's heel vaak. Dan ga je naar een menu'tje. En dan moet je met de D-pad ga je door al die menu's heen. En dan zie je net die ene statistiek waar je heen wil, maar dan kun je daar niet heen. Omdat de D-pad die mag alleen door de items heen of door voor afgezette dingen. En dus altijd kijken van, hoe kom ik op dat ene plekje op het scherm? Terwijl op een PC zou je gewoon een muis gebruiken, klik je erop. En dat is gewoon, dat is goed interface design. Consoles doen dat altijd kut. Maar Destiny heeft gewoon op de rechter, op de linker stick of zo, de menu's, hebben ze gewoon een cirkel. En dat is gewoon een muis. En dan merk je op het hele scherm. En dat werkt echt super makkelijk. Het is echt wel heel erg wennen in het begin. Maar ik zat de hele tijd te klikken. Ik zat de hele tijd in het begin te wachten. Er gebeurde niks. Want dan krijg je dus je optiescherm. En dan heb je een boxje met launch of set destination. Want je begint dan in je ruimtescheepje. En dan kan je dus kiezen. Een soort menu is dat. En ik maar op X. En ja, dan gebeurt er dus niks. Dat even rijdt. Een vraagje, want jij zegt nu, dit is even helemaal los van Destiny. Ja, ik gebruik ook mijn analoge stick voor menu's. Jij zegt D-pad. Harry, wat doe jij? Want jij bent al de vorige keer dat jij er ook niet gewend bent aan een D-pad. Ik wist niet dat je de D-pad kon gebruiken voor de menu-opties. Nee, maar in menu's in het algemeen. Ja. Als het gaat om... Ja, hangt een beetje vanaf. Ik geloof dat ik al een beetje door elkaar heen gebruik. Wat toevallig het dichtst bij mijn duim zit. Ik ben heel erg lui. Ja. Nee, hoe minder beweging, hoe beter. De Wii is voor mij ook geen goed succes. Maar ja, ik weet het niet. Volgens mij allebei. Als de stick het doet, dan gebruik de stick. En anders dan... Ja. Maar meestal is het ook de D-pad, toch? Ik heb het idee dat er heel veel games... Vooral games waarbij je niet pauzeert als je in een minuutje zit. Dan is het inderdaad gewoon de linker stick, daar loop je mee. En tegelijkertijd kun je met de D-pad door de minuutjes heen. Dan heb je inderdaad zo'n klauwvorm met je hand. Maar misschien moet iemand eventjes uitleggen wat Destiny is voor de mensen die hier onder een steen zitten. Ja, dat vind ik iets voor... Het is een Bungie game. En als er één iemand over Bungie games gaat, dan is dat Erwin. Nou, dus ik steun die motie. Destiny, het speelt zich af in een toekomst. waar de gewoon ons universum, wat eigenlijk een beetje naar de kloot is gegaan. En de mensheid werd een beetje teruggedrukt en stierf bijna uit. En toen kwam er een grote witte bol naar de aarde, de Traveler. En die heeft de boel eigenlijk gered, heeft de mensheid weer een beetje erbovenop geholpen. En nu is de mensheid weer bezig om het universum te ontdekken en weer een beetje ruimte te winnen overal. Maar er is een duisternis dat de Traveler wil aanvallen en dat is nu hetgeen wat... je overal op de planeten vindt. En dat zijn eigenlijk gewoon aliens. Een beetje Halo aliens. En, heel erg Halo aliens. Heel erg Halo aliens. Op maar de kleur na Halo aliens. Zelfs hun stemmetjes zijn, maar goed, gewerkt. Ja. En als game, het is dus een shooter. Een Halo shooter, maar dan een MMO. Maar het is dus geen seamless grote wereld. Je bent in een soort hub. En je kunt dan naar missies toe. En dan ga je op best wel grote mappen. En dan kun je dan je missie doen. En dat kan je alleen doen. En dan zijn er ook andere spelers. Werkt het een beetje als Journey. Dat opeens, woep, andere speler. Nou, dat is prima, die speelt hij dan ook. En het is natuurlijk vooral ook gemaakt om samen te spelen in co-op. Dan ga je samen missies doen. En gaat in level up. En er is ook nog gewoon competitieve multiplayer. Is geweldig. Maar goed, daar komen we zo nog op. En dat, dat is wel de samenvatting, denk ik. Het voelt echt heel erg als Halo de online RPG. Ja. Alles wat ik speel. En duidelijk. En dat is niet erg. Nou, wat vind je? Want ik ben. Want ik. Voor de luisteraar. Spoiler alert. Bas en ik vinden hem leuk. En ik hou me in. Maar Erwin. Want meestal. Als Bas en ik een game leuk vinden. En vooral als die MMO-elementen heeft. Dan heb ik het gevoel dat er bij jou een soort bloedvat knapt. Zo van. Ah. Dus wat vind jij ervan? Nou, het begon dat ik Destiny noemde ik een keer van, dat wordt game van 2014, die kijk een beetje naar uit. En dat temperde een beetje toen ik vergelijking hoorde allereerst met Borderlands, dat eigenlijk gewoon Borderlands is. En Borderlands vind ik niet zo heel leuk. En daarna vooral van, ja... Dank je!
Toen kwam Bastiaan met, ja, maar gewoon Destiny is eigenlijk gewoon World of Warcraft. Ja, toen zakte de moed me helemaal in de schoenen. Maar dat valt allemaal reuze mee. Het is helemaal geen World of Warcraft. Het is gewoon Halo. En het is super, super leuk. En ik heb genoten. Ik heb nog maar enkele uren gespeeld. En ik geniet. Ik voel me helemaal weer in mijn element. Gewoon weer terug naar Halo. Het springen voelt Halo. Het schieten voelt Halo. De sfeer is Halo. En de alien, zoals je al zei, is Halo. Maar dan toch allemaal net een beetje anders. En ja. Ik ben wel weer heel enthousiast. Het is echt wel World of Warcraft. Hoe kun je dat zeggen? Nou, het is niet World of Warcraft. Je zei trouwens niet, het is World of Warcraft. Je zei, Destiny verhoudt zich tot World of Warcraft. En daar ben ik met je eens. Het is een soort, tenminste zoals ik het interpreteerde, maar blijkbaar had je het gewoon fout. Dat kan ook. Maar het is een soort stroomleiding van online samenspelelementen. En dat, zoals World of Warcraft het gedaan heeft met EverQuest, de MMO-elementen echt een beetje afgepolijst, zodat het lekker speelbaar werd. En ik heb vooral hetzelfde gevoel als Erwin nou omschrijft. Want een paar weken geleden had ik ontzettende zin om weer Halo te gaan spelen. Maar ik denk van ja, het heeft niet zoveel zin in multiplayer Halo te gaan doen. Want diegenen die dat nu nog spelen, dat zijn nu van die op steroid opgevoerde cyborgs. Die gewoon als ze al in je kijken ben je dood. Dus dat is niet leuk. En toen kwam dus de Destiny beta. En ik had echt het gevoel, hetzelfde. Ik had het gevoel dat ik weer thuis was in de multiplayer beta. Er zijn twee maps. Hoe moet ik het goed zeggen? De singleplayer missies in de beta spelen zich allemaal af in één grote kaart. De Cosmodrome of de Astrodome. Dat is Cosmodrome volgens mij. Maakt niet uit. Nou, een soort ruimtebasis in Oud-Rusland is helemaal vervallen met grottenstelsels. En daar vertelt de beta een aantal verhaalmissies. En daarnaast heb je nog twee multiplayer competitieve arena's. En, is dat op de maan? Er is eentje op de maan en eentje op Venus. En even in het universum van het spel zijn de planeten door de mensen ooit gekoloniseerd. Maar die zijn dus, zoals Erwin zei, allemaal weer teruggenomen door een soort buitenaardse invasie. En de multiplayer speelt zich dus af op die twee maps, Venus en de maan. En de maanmap, die lijkt heel erg op een map uit Halo 3. En dat is er eentje in de sneeuw met zo'n koepel in het midden. En, dit was ook even de beta maps toen. En ik had het gevoel toen ik dat spelen was. Zo van, ik ben niet briljant. Maar ik zit altijd in de middenmode. Daar ben ik al heel tevreden over. Weet je dat je niet onderaan bungelt. Zo met 0 kills. Wat Hollands. Dit is de beta, hè. Ik word nog beter. Ik word zo'n steroid cyborg. Want dit spel gaat 10 jaar mee. Dat is een andere. Maar shut up. Ik heb lol. En het gevoel van die multiplayer en het gewicht en het tempo en het feit dat de controller van de PlayStation 4 in staat is om headshots te maken op mensen die op je afspringen. Dat soort precisie, wat ik dus gewend was aan de Xbox controller. Super geweldig. Ja. Om even terug te gaan hoor, want we schurkten net een paar keer langs mijn World of Warcraft opmerking. Maar ik had een Facebook bericht gezet van Borderlands is Diablo en Destiny is World of Warcraft. En dat is inderdaad de verhouding van hoe die spellen in elkaar zitten, is daar inderdaad heel erg duidelijk in. Want Borderlands is de eerste echt succesvolle RPG-shooter, denk ik. Maar het idee van dat spel is eigenlijk van, je gaat de wereld in, je krijgt een pistool, je groeit een level, je schiet gasten neer, je vindt heel veel andere nieuwe pistolen, je blijft knallen, 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 knallen. En ja, dat is heel erg actiegebaseerd en heel erg gewoon die voorwaartse rit. Terwijl wat inderdaad dat World of Warcraft gevoel van Destiny is, dat, bedoel, je doet er een paar missies, je doet er een paar in je eentje, je doet er een paar met een vriend erbij. En na een tijdje zijn er ook missies die je alleen met z'n drieën kunt doen en die zijn veel moeilijker. En dan daar trek je, nu ben je denk ik in wat een half uurtje, een uurtje klaar met zo'n missie. Maar uiteindelijk komen er waarschijnlijk missies dat we met z'n drieën een avond ervoor uittrekken om wat te halen. En dat ook de beloning op het eind heel erg groot is. En dat, inderdaad, dat gevoel van we gaan samen, trekken we erop uit om iets moeilijks te doen. Dus de dungeons in World of Warcraft of eigenlijk ieder andere MMO. Dat gevoel, dat heeft Destiny heel erg. En het speelt helemaal niet als World of Warcraft, want het is gewoon een shooter. En het heeft nog steeds heel erg die Holy Trinity van Halo, heb ik het idee. Dus granaten, melee en schieten. En bedoel, dat is hetzelfde, maar gewoon van
het hele sociale, van hoe ga je met andere spelers om en hoe trek je erop uit en wat spreek je met elkaar af om iets goed te halen. Dat is echt zo MMO-achtig en dat is zo goed uitgewerkt. Oké, fair enough. En dat, ja, dat ben ik wel. Dat snap ik wel, ja. En dat is het leuke ook, want ik heb dus met Bas hebben die, zeg maar die endgame content gedaan van de beta. Level 8 en dan had je zo'n... En dan nog een anonieme speler erbij die ook nog aardig meedeed. En dan, je kunt elkaar dus, als je neergeschoten bent, kun je elkaar dus weer overeind helpen. En dat vind ik dus heel tof. Je kunt het vuur van de tegenstander proberen aan te trekken, terwijl de ander dan kunnen flanken. En als je dan ook nog eens over voice chat bezig bent. En voor we het wisten, waren Bas en ik net zo aan het spelen zoals in die vreselijk slecht geacteerde demo's op E3. Zo, van, nee, pak, ga jij daar rechtsom? Ja, nee, heb je hem? Ja, oké, ik heb hem. Ja, ik pak hem daar. Weet je wel. Het bestaat. En dat werkt alleen als je met vrienden speelt. Ja. Dat is trouwens echt heel gaaf. Want inderdaad, die eerste endgame content die je doet. Ik hoorde trouwens dat maximum level maar 20 wordt. En dat je dat in een paar uur al bent in de endgame. Of in de uiteindelijke game. En nu is het 8 in de beta. Dus daar ben ik een beetje bang voor. Maar die endgame content heeft eigenlijk twee baasgevechten. En dat eerste baasgevecht, wat je echt dwingt om inderdaad zo te praten. Ik bedoel, dat is gewoon een tank, die is heel langzaam. Maar als je het kanon op je gericht ziet en je rent niet weg, dan word je gewoon one-shot. Ben je klaar. Wat je ook draagt, ben je dood. En wat je is inderdaad, dan zit je met elkaar op de chat. En dan spreek je inderdaad af. Harry, als jij daar links gaat zitten, hier rechts dit gebouw, ga ik daarheen. En zodra we het kanon weg zien draaien, dan zeggen we dat tegen elkaar. En dan kan de andere schieten op de benen van de tank. Dat was een soort van spin of zoiets. En zo wissel je dat af. En het is een hele simpele tactiek. En ik hoop op zich ook wel dat er moeilijkere tactieken na een tijdje komen. Want de tweede baas was precies hetzelfde. Maar ja, ik bedoel, het is gewoon leuk direct. En iedereen snapt het. Er zijn geen rare RPG-achtige cooldowns en rotations en dat soort dingen om rekening mee te houden. En daardoor is het is de lol blijft van... Actie. Het blijft Halo. Ja, het is de lol van een dungeon met de toegankelijkheid van Halo. Ik miste dat wel inderdaad. Met de, gewoon de random spelers die je tegenkomt. Dat je daar niet mee kan communiceren. Of nou ja, ik heb geen headset op, dan zou het misschien wel kunnen. Maar dan blijft het toch bij even wuiven of even op de grond schieten. Of iemand schoot constant bij meteen op de grond. Ik weet niet wat zijn boodschap daar nou was. Maar... Blijf daar staan! Ja, dans, motherfucker, dans! Ik kan achteraan rennen. Maar ik vind het wel tof dat, want ik speel ook gewoon dit soort games graag alleen. En dat biedt het spel alle mogelijkheid voor. Je kan gewoon alles alleen spelen. Zullen dan inderdaad ook missies zijn waar je dan moet je met z'n drieën spelen. Maar je kan eigenlijk bijna alle content ook gewoon in je eentje spelen. En dat vind ik ook heel tof. De laatste missie die wij deden, die moet je met z'n drieën inderdaad doen. Dan, okay. Als je die in je eentje gaat proberen te spelen, dan ga je gewoon een matchmaker in. En dan vindt die twee mensen voor erbij. Oh ja. Ja. Maar even, want dit vind ik wel interessant. Want Bas en ik hebben op PlayStation 4 gespeeld en Erwin, jij op PlayStation 3. Ja. Nou wil het geval dat als je de PlayStation 4 versie speelt en je hebt geen PlayStation Plus, dan kun je die missies wel doen, maar niet multiplayer. Dus dan ben je gedwongen om ze alleen te doen. Oh, echt waar? Ja, dat kan je ook zien. Er staat ook bij Plus Required. Ja, ik dacht dus dat je hem gewoon dan niet mag spelen. Want ik heb gewoon Plus voor een jaar, dus ik kon het niet testen. Maar ik dacht van, als je erin gaat zonder Plus, dan zegt het spel gewoon dat het niet mag of zo. Nou, ik was dus benieuwd. Nou, dat is een beetje... Ik vermoed dat het dat was. Want ik kan me niet voorstellen dat het spel gewoon helemaal dichtgetimmerd is voor mensen die geen Plus hebben. Nee. Maar dat heb je dus dan niet op PlayStation 3. Dat is dan de enige console waar je volledig gratis de hele game kan spelen. Waarom zou dat zijn? Gratis. PlayStation 3 heeft ook PlayStation Plus. Ja, dat is ook gewoon Plus. Oh, maar dan heb je geen Plus nodig. Maar je hebt geen Plus nodig voor de multiplayer. Jawel, ja. Toch? Dat is geloof ik ook op de PlayStation 3 inmiddels, hoor. Nee, toch? Dacht ik niet. Van wel. Weet je wat? Praten jullie door? Ik ga heel stiekem even googlen. Nou, dan wil ik wel even wat anders een balletje opwerpen. Dat vond ik wel slim eigenlijk wat ze gedaan hadden. Want die verhaalmissies, die spelen ze dus allemaal af op dezelfde kaart. En wat ik daardoor heel erg het gevoel kreeg, is dat ze ook hun encounter engine of zo proberen te testen op die manier. Want het leuke van Halo-gevechten was voor mij nooit echt... De omgeving is wel enigszins belangrijk voor waar je dekking kan zoeken, maar bepaalt niet de flow van het gevecht. Dat wordt heel erg bepaald door het soort vijanden wat je hebt en hoe je met de grunts en met de grotere om moet gaan. En ik had het gevoel dat ze bij die beta-missies ook heel sterk echt encounters hadden bedacht. Zo van, nou,
deze, dat is een enorme wave van allemaal soort flood-achtige lui. En dan heb je weer een soort mini-baas. En had jij dat niet, Erwin, dat juist heel erg Halo aanvoelt? Dat die gevechten fris... Ja, die gevechten blijven heel fris door de samenstelling van je tegenstanders en niet door de omgeving. Dus ik had ook helemaal niet het gevoel dat ik het iets miste, afgezien van dat je op een gegeven moment wat nieuws wil zien natuurlijk. Maar ik vond het niet saai worden dat ik steeds dezelfde kaart overging. Maar dat is heel erg het Bungie ding, hè? Zo'n bekende 30 seconds of fun. Dat je telkens in een situatie wordt gezet met een bepaald samenstelling van aantal vijanden. Waar je dan ongeveer half een minuut mee bezig bent. En dan ga je verder. En dan heb je weer zo'n ding. Dat daar zijn ze heel goed in. Wat dat betreft is dit ook de shooterontwikkelaar die een spel als dit kan maken natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ja, ook echt beter dan de hoe heet die nou? Die Microsoft Studio? 989 of zoiets? 343. Ja, ja, sorry. Ik gaf ze al een hoger cijfer dan ze verdienen. Oh, dat is ook nog wel een ding. Want ik dacht dat ik een PlayStation 3 code had. Maar dat bleek toen een Xbox 360 code te zijn. Heb ik later weer een PlayStation 3 code ergens vandaag geplukt. Maar toen moest ik op 360, moest ik wat ruimte vrijmaken. En toen, dat was heel symbolisch. Toen moest ik Halo 4 weggooien om Destiny te installeren. Dat vond ik wel een symbolische actie. Van ja, dag 343. Leuk geprobeerd, jullie zijn het niet. Ik ga weer terug naar mijn Halo, mijn Bungie. Het is trouwens inderdaad PlayStation 3 gratis online multiplayer. Dus daar verwist ik me in. You heard it here first. We hebben ons dit weekend er wel echt om druk gemaakt, Erwin. Ik bedoel, ik speelde met Harry. Ja. En we hebben denk ik wel 100 keer gezegd van... Oh, Erwin moet dit spelen. Erwin moet die beta spelen. Erwin moet die beta spelen. Uiteindelijk zijn we ook gaan plagen van... Erwin, koop een PlayStation 4. Maar het is echt iets van... Ik bedoel, Halo is jouw dingetje. En dit is gewoon... Dit is Halo 4. Dit is het gewoon. Dit is de prequel. Dit is mijn heen. Dit is echt de nieuwe Halo, ja. Dit, ik bedoel, alles wat 343 nu ga geven... kan me geen reden meer schelen. Nee. Dit is mijn Halo. Nou, dat gevoel ik dus ook. En het is thuiskomen. En op een gegeven moment waardeer je ook... Ik zag op een gegeven moment ook... wat Bungie maakt of zo. Want het is gewoon niet genoeg om een engine over te kopen... en in-house je mensen op te leiden met de Bungie mentaliteit of zo. Ze brengen een soort gevoel in de balans. Het gevoel van de wapens, de kracht van de multiplayer, ook de balans erin. Dat is trouwens ook zoiets. Heb jij de multiplayer gedaan, Erwin? Nee, maar ik maak me daar wel een beetje druk over. Nou, daar had je al zin. Vertel. Nou, bij de, al die Halo multiplayers sta je altijd gelijk aan elkaar. Iedereen heeft dezelfde kansen. En dan word je goed door beter te kunnen spelen, zeg maar. Gewoon te oefenen. En niet door dingen te unlocken, omdat je bepaalde dingen heeft. En hier is dan, in de multiplayer sta je toch ongelijk. De balans zal er wel zijn, maar je hebt toch niet exact dezelfde dingen. En daardoor, ik heb nog niet gespeeld dus, maar dat is wel iets waar ik me een beetje druk over maak. Maar... Is dat niet een probleem voor shooters in het algemeen nu? Ik bedoel, heel veel andere shooters hebben gewoon loadouts en perks. En... Ja, daar hangt dus, dat deed je Halo 4 dus fout. Ja, maar dat, ik bedoel, daar, op zich is het inderdaad, dat is eigenlijk dat. Heel verschillend aan dat is het inderdaad niet. Nou, het is wel anders. En ik zal je zeggen waarom. Het is wel zo dat ieder heeft een eigen set met wapens die hij meeneemt. En die kan je ook wisselen en equipen. Dat is gewoon je inventory. Een beetje zoals in een MMO of RPG. En je hebt ook je eigen set krachten die je unlockt. Dat klopt ook. Ja. Maar dat is ook het RPG gedeelte. Maar tijdens het spelen... worden een heel groot deel van die dingen gebalanceerd. Vooral de wapens door de ammo. En dat moest ik heel erg aan wennen. Je hebt een gewoon wapen. Daar is eigenlijk nooit tekort aan kogels. En er is een special wapen. In mijn geval, ik heb een warlock. Ik heb een pulse rifle. Dat is zeg maar gewoon een machinegeweer. En een sniper rifle. Nou, daar heb ik special ammo voor nodig. Die zijn redelijk zeldzaam. Daar moet je echt speciale crates voor openen. En je hebt heavy weapons. In mijn geval een rocket launcher. En de heavy ammo. Die dropt pas in het level halverwege het gevecht ongeveer. En dat betekent dus dat ook al heb ik een aantal wapens die best wel een flinke klap kunnen geven. Ben ik net zoals in Halo niet verzekerd dat ik hem kan gebruiken. En dat zorgt wel voor een balans die je nodig hebt erin. Want soms ben je gewoon door je sniper ammo heen. Of ben je gewoon door je heavy ammo heen. En dan is het toch gewoon weer Halo. En improviseren met wat je hebt. En dat moet iedereen. Ik ben benieuwd. Ik ga nog wel proberen dit weekend. Want volgens mij de beta loopt tot zondag. Als je de 26e inlogt, krijg je geloof ik iets dat permanent is. Dus zaterdag in ieder geval krijg je een badge.
Ja, ze hebben een soort stresstest die ze gaan doen. Maar volgens mij loopt het beter zonder. Dus kan ik, nog wel, ik ben nu level 5 al. Dus dan kan ik nog wel level 8 worden. En dan, want dan kun je toch pas de multiplayer doen. Als je nee, volgens mij al eerder. 6 kreeg ik geloof ik de quest ervoor. Maar ja, 8 ben je zomaar. Dan ben ik er bijna. Avondje doorspelen, je bent echt 3x8. Ja. Ik heb trouwens... tussendoor hoor. Maar ik heb dus... Je hebt dus 3 klassen. Hunter, Warlock en Titan. En de Hunter is de Rogue. Beetje. En ik kies altijd de Rogue in MMO's. En ik ben uiteindelijk ook hier gaan spelen. En ik speelde een tijdje. En ik speelde eerst met Kevin. Die was een Titan. En ik speelde met Vincent. Viel die vaak? Viel die vaak? Nee. Oh. Die was heel erg moeilijk. Ga verder. En Harry en Vincent spelen allebei Warlocks. En het ding is, een Titan die heeft echt supersterke melee aanvallen. Dus Kevin rent een level binnen. De 3 klappen en het hele scherm ligt opeens op met explosies. En dat ziet er super cool uit. Shadow World! Ja. En ik bedoel, als Harry en Vincent, die hebben gewoon elektriciteitsspreuken, kun je het zo noemen. Een soort van pulsspreuk die ze kunnen doen. En dat ziet er ook heel gaaf uit. En fucking gigantisch gave jassen. Warlocks, coolste armor design tot nu toe. En ik zat daar een beetje van, als ik me super aanval doe, krijg ik een pistool met 3 kogels erin die sterk zijn. En ik kon een mesje gooien. En dat voelde in het begin. Had ik echt het idee van, fuck, dit ga ik niet spelen. Dit is echt, ik zie Harry, ik zie Vincent, ik zie Kevin. Allemaal coole dingen doen. Ik heb de verkeerde keuze gemaakt. Maar dan speel je een tijdje. En dan besef je inderdaad van, Hunter is, er hangt niet echt een bombasme omheen. Ik bedoel, als ik mijn super gebruik om te schieten met dat pistool, dan... Ja, het is niet alsof ieder schot vuurwerk afschiet of zo. Maar ik doe zoveel schade en ik kan het zo goed plaatsen. Ik bedoel, als ik dat mesje gooi, op het juiste moment, op de juiste manier, dan... Ja, en iemand gaat er door dood. En dat is gewoon heel cool. Het is echt... Je moet het bij die klas echt zoeken. Wij gewoon... Ja, je moet voorbij de explosies kijken erbij. En nu ik dat doe, ik vind het zo gaaf. Cool. Ja, wat bij mij is wat het speel meer... jij eigenlijk, Kevin? Oh. Warlock. Ja. Sorry, ik zit telkens met die fucking wizards in mijn hoofd. Er zitten wizards in, er zijn gewoon zwevende vijanden. Ja. Wizards. Iedereen is een warlock bijna. Dat sprak me toch het meest aan. Dat speelt ook leuk. Dus. Die special move is fantastisch. Ik heb vooral multiplayer, want multiplayer is nu vooral control points vasthouden. En dan heb je dus de tegenstanders die dan dus de cirkel inlopen om de vlag van kleur te laten veranderen. En die special move die moet opladen, dat gebeurt door headshots. En ook als je teamgenoten headshots maken, krijg jij meer energie voor die special move. En als die opgeladen is en er staan dan 3 of 4 tegenstanders bij zo'n vlag. En ik laat die special move los. Dan ontploft er een vuurbal. Echt, en ze vliegen ook alle kanten op. En terwijl ze vliegen, verdampen ze voor je ogen. Ja. Het is echt, ze weten niet wat ze overkomen. Het is echt F in de E, gewoon op het moment dat je dat ding loslaat. Het enige nadeel is dat het 3 seconden duurt voordat je die kracht hebt afgevuurd. En in die tijd ben je volledig kwetsbaar. Dus het lukt niet altijd. Je krijgt trouwens ook meer super moves, kwam ik trouwens achter. Stond op Reddit, stonden allemaal gifjes. En het ding is, als je uiteindelijk level 15 bent, zit je in de beta met maximum level van level 8. Maar als je level 15 bent, dan kun je uiteindelijk ook allemaal nieuwe subclasses equippen. En dan krijg je zwaarden en dan krijg je charges en dat soort dingen. Dus je kunt je class nog veel meer gaan customizen uiteindelijk. Ik vind het zo fijn dat die melee zo fijn, ja, het voelt zo fijn. Dat was bij Halo ook altijd. De melee voelt heel fijn. Dat geeft je in Halo ook wel zo'n klap. Melee, hier doe je echt, of melee, ja, hier doe je echt zo woemp. Dan... Ik weet niet of dat bij de andere classes ook zo is. Bij de Warlock in ieder geval. Dan is zo'n blauwe hand en dan duw je zo naar achteren. Terwijl ze in het niets verdwijnen. Is dat bij de andere classes ook zo? Ik gebruik een mesje steeds. Ah, oké. Want ik heb geloof ik het mesje ook altijd vast als ik aan het schieten ben en zo. Dat is ook zo cool. Want je merkt trouwens wat voor soort spel dit is. Want we zijn nu gewoon van, oh, dit is ook gaaf. Oh, dit is trouwens ook gaaf. Oh, ja. Had je dit gezien? Dit is gaaf. Maar het is, als je een andere iemand ziet meleeën. Of meleeën. Vechten. Melee. Dat ziet er ook cool uit. En bij de meeste shooters, als je dan iemand zit mappen, dan zie je gewoon zo'n lichaam wat een beetje als een soort van tank draait. En dan zie je zo'n vuistje. Ja, dat zien jullie niet, maar jullie kunnen het vast indenken. Want dat het dezelfde beweging maakt. Maar in Destiny... Ik zag het als, hoor. Als, ja, fijn. Maar als ik Harry zie vechten, dan lijkt het net alsof ik hem in een soort van vuist, echt gewoon een vuistgevecht zie om zo'n gevecht te overleven. Ja. Het is gewoon cool naar te kijken.
Ik heb wel het probleem dat ik steeds de granaatknop en de melee aanval door de war haal. Op het moment dat ik ze het hardst nodig heb. En dan vooral als mijn granaten leeg zijn. En dan de granaatknop indruk als ik voor het gezicht van de tegenstander sta. Dat is niet, dat zijn geen fijne momenten. Dat is een beetje alsof je met je broek op je knieën staat. Zo, ah, sorry, boom. Ik heb trouwens één puntje wat me dwars zit. Nee. En dat is Peter Dinklage. Oh, dat is al een stuk verbeterd met Alpha. Oh, is hij die stem? Is hij die stem? Je hebt zo'n robotje met je mee vliegt. Die maakt je wakker in het begin, oh, zeg maar. Oh, die is wel oké. Okay. En dat is inderdaad, dat is Peter Dinklage. Maar het ding is, hij klinkt als een verveelde Peter Dinklage. Die gewoon iets heeft van, oké, ik word hiervoor betaald, ik moet mijn zinnen inspreken. En er zit geen ander personage aan vast of wat dan ook. En ze hebben een beetje een computerfiltertje eroverheen gegooid. Maar het klinkt echt alsof hij er inderdaad is van, ik moet dit doen. En dat is het. En tegelijkertijd kan ik, dat voelt lui en vervelend. Maar tegelijkertijd heb ik wel zo'n stemmetje in mijn hoofd van, ja, maar dit is Tyrion. Dus het is oké. Okay. Dan ik ben het er niet helemaal mee eens. Dan moet je de voice-over van de multiplayer horen. Want die is echt heel erg. Die is echt verschrikkelijk. Dat is echt zo van, you've captured a control point. Well done. Okay. The enemy has captured all control points. Let's get him. All right. You have all the control points. Good. En het is zo'n saaie. Het is, als je een iPhone hebt en je zet de stem besturing aan in de Google Maps app. Weet je wel? Het is dat soort stemgeluid, maar dan een man. Zo iemand die er gewoon geen zin in heeft. Dat klinkt niet eens erg. Ik bedoel, dan is het gewoon je computer interface die met je praat. Maar Peter, nee. Het is net zo menselijk weer dat hij ook gewoon verveeld klinkt. Nee, maar dit is... Het is niet... In de alfa hoorde je dus gewoon Peter Dinklage praten. Ik heb vergelijking tussen de alfa en de beta gehoord met zijn tekststukken. In de alfa was het inderdaad, dacht ik ook van, nou, dit is wel heel erg jammer. Dan hebben ze geld betaald voor Peter Dinklage en dan kreeg je zo'n ruk performance. Maar toen zeiden ze van, nee, in de beta gaan we het verbeteren. En in de uiteindelijke versie wordt het nog een keer verbeterd. En wat je nu ziet, wat ze ook wilden doen, wat ik ook geloof dat ze gewoon aan het begin wilden doen, is daar een soort, dus dat robotpersonage van maken. En ik denk dat hij zo zijn zin heeft ingesproken als een robot die geen echte emoties toont. En dat klinkt dan heel raar zonder die filters eroverheen. Maar ik vond het in de beta al een stuk beter klinken. Ik heb me eigenlijk geen enkel moment aan gestoord. En ik denk dat in de uiteindelijke versie, als ze dan die filter nog fine-tune en sterker maken, dat het dan eigenlijk gewoon supergoed klinkt. En ik verwacht ook dat misschien dat de stem in de multiplayer dan nog niet helemaal de juiste filter heeft gekregen en dat soort dingen. Ik bedoel, het spel is pas in september af, want dit zijn wel echt, dit soort dingen zijn de laatste dingen die ze doen. Ja. Want ze spreken ook nieuwe dingen in, hè? Ja. En ze halen dingen weg. Ja, ik bedoel, in de alpha was het inderdaad, was er een zinnetje waar het internet helemaal gek om werd. That wizard came from the moon. Ja, that wizard came from the moon. Er zijn er inderdaad vijanden die heten wizards. Maar als je die zin gewoon uit zijn context haalt en het is gewoon belachelijk. Het is een internet meme, dat halen ze weg. Stom. We zijn daar op zoek geweest. Toen wisten we nog niet dat hij eruit is gehaald. Er zijn meerdere keren die missie genoemd. Maar we hebben vast gemist. Kom, gaan we jullie hebben hem gezocht. Wij hebben hem gezocht. Ik zag dat op het filmpje vergelijking dat het eruit was gehaald. Ja. Er zijn zelfs t-shirts voor inmiddels inderdaad. Ja. Maar, door Bungie gemaakt. In de uiteindelijke versie komt het weer terug, denk ik hoor. Stiekem. De cake was al uit. Nee, maar wees blij. Ja. Het is Activision, hè? Ja. Nee, maar dit soort memes zijn ook al even, die zijn maar 5 minuten leuk hoor. Dat is ook niet alsof je dat gaat missen. Als je over een jaar. Maar dit is een project wat ze 10 jaar mee willen, hè? Is dat zo? Want ze willen toch ook gewoon Destiny 2 en Destiny 3? Ja. Hoe ziet dat plan er dan uit? Nou, de bedoeling is dat deze franchise 10 jaar meegaat. En hoe? En of de natuurlijk. Oh, de franchise, ja. Ja, dat is wat anders dan deze game. Nee, maar deze game gaat ook al een tijdje mee, want ze willen de hele downloadable content en zo eraan hangen. Het is echt, ik zou het echt heel stom vinden als volgend jaar al Destiny 2 uit zou komen, bijvoorbeeld. Nee, dat is al. Het wordt expansion packs à la MMO's. Dat kan haast niet anders. Ja, dat bedoel ik. Dat dit spel me heel veel geld gekost. Het is wel echt gewoon, we hebben eindelijk, het heeft 100.000 jaar geduurd. We hebben eindelijk een spel gevonden waar we alle drie even enthousiast over zijn. En dat is voor Erwin het Halo-element. Het is voor Arie en mij is het MMO-element. En het is, we kunnen eindelijk met z'n drie iets spelen waar we ook alle drie lol in hebben.
Ik stel ook voor dat we open grenzen in Civ gaan Oh. Ik smeet het ijzeren steekjes. Vriendschapspact. Ik heb hier een bruggetje, maar misschien bewaar ik hem voor na de pauze. Ja, ik kan nog even. Ja, heel kort? Ja. Want we hebben geen Civ gespeeld, hè, deze week. Nee, loopt een beetje af. Laatste avond hebben we het Destiny gedaan. We dachten van, we hebben geen podcast, gaan we ook geen Civ spelen. Maar, kijk, wij hebben niet gepodcast afgelopen week. Of er is geen podcast geweest. Maar Harry heeft wel gepodcast. Want Harry zit ook bij een andere podcast. Ja. MMO Reporter, dat is een Engelse podcast met een paar Canadezen. Hele leuke podcast. En ik luisterde naar, ik geloof dat Erwin er ook naar luistert. Dat weet Harry ook. Dus je zou denken dat als hij een beetje... hij weet dat er wordt geluisterd. Je zou denken, je zou denken dat hij daar ook rekening mee had. Dat doe ik ook, want ik zeg de waarheid. Dat is heel goed dat je dat zegt. Dat is heel goed dat je dat zegt, want... Je had het uiteindelijk over Civilization en over hoe we je oneerlijk behandelen. Ja. En daar werd iets over gezegd. En ik heb een geluidsclip. En die wil ik heel graag laten horen. I've not done anything to harm them. Yeah. Even though I could, because I have the biggest army and full control of the United Nations. And still I behave well. So far. Right. Can't wait to get those nukes. Ik hoorde iets over nucleaire raketten op dat einde. Je weet het beluisteren. Dat was een kleurrijke overdrijving en ik wil jullie er nog... Dit is echt... iedere beurt netjes gedragen. Ik probeer me aan te sluiten in... Ik bedoel... Je zit bij het Amerikaans programma en dreigt met nucleaire raketten. Hoe denk je dat dit zo gaat als Kim Jong-un op de Chinese televisie opeens zegt van ja, ik wil wel een paar nukes lanceren op Amerika. Daar wordt ook op gereageerd. Nee, ik zei niet dat ik ze wil lanceren. Ik zei, ik kan niet wachten tot ik ze heb. Puur uit wetenschappelijke interesse. Ik speel Kerbal Space Program. Ik weet hoe moeilijk dat is met banen in intercontinentale ballistische banen, apogee, perigee, dat soort dingen bedoel ik. Erwin is pauze. Pauze, toch? Pauze. Even doorzweten. Of zullen we naar de pauze? Maar ik vond het wel interessant citaat. Dit is ijzersterk bewijs dat we gewoon. Dit is geen bewijs. In onze verdenkingen zijn. Want er zit nog steeds een mannetje achter dat land. Wat stiekem iets heeft van wacht maar. Straks kan een mannetje? En ik de hele wereld kan bombarderen. Een mannetje dat gefrustreerd raakt. Dat iedere keer als hij zijn hand uitsteekt in een gebaar van vrede. Dat er in gespuugd wordt. Dat is wat je hoort. Moet ik de clip nog eens een keer afspelen? Nou, je doet maar. Nou, ik heb weer zin in zondag. Dan gaan we weer spelen. It's gonna be interesting. Dan gaan we nu wel naar de pauze. Geen Overlord remix deze keer, maar een remix dat door iemand is aangeraden via Twitter. Door Stefan Koop deze keer. En het is een remix van Super Mario Brothers. Ik weet nog dat we in de vorige opname dat ook, en toen zei ik tegen Bros, en daar werd heel hard over gelachen. We hebben het over snoeprepen gehad. Snoeprepen en de grijze, ja. Oh ja, Adele Bloemendaal, die vroeger die reclame deed van de Bros. En dat ze dan naakt in een bad zat, maar dat je er niks van er kon zien, omdat ze de bubbels had van Bros, 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 Bros. Dat was toch die tv-kok? Ook? Die had toch ook? Braakhek heeft het. Jo Braakhek. Ik krijg zo'n deze voor hier, jongens. Ik heb het idee dat jouw versie leuker was dan degene die ik me herinner. Ah, sorry, ik heb Adele Bloemendaal ook ooit naakt in de Playboy gezien. En dat was nou niet echt wat je zegt, een bubbelig geweldige ervaring. Ik weet niet wie het is eigenlijk. De remix is van James Berry en het is een Electro Swing remix. En dat was hem. Bij deze.
Dat was een Electro Swing remix van Super Mario Brothers door Jamie Berry. Dank Stefan Koop voor de tip. We zijn weer allemaal ook over nog een game gesproken dat we alle drie leuk vinden. Dus niet alleen Destiny. Ingress. Want die is er nu ook voor iOS. Vorige week waren we daar wat actueler mee. Maar we hebben wel extra speeltijd gehad. Dus we hebben echt zoveel anekdotes, ervaringen. Helemaal vol. En ik ben in de afgelopen week misschien in één level gegroeid. Maar ik had zo'n suffe week. Even bij het begin beginnen misschien. Want Ingress is een locatiegame. En die gebruikt dus de GPS-ontvanger van je iPhone. Dus dat betekent dat als jij... Er zijn allemaal portalen in de wereld verspreid. Het zijn allemaal kunstwerken of oude gebouwen. Iedereen kan eigenlijk wat indienen bij Google. En dan kan dat een portaal worden. En als jij daar naartoe gaat, dan kun je die portaal hacken. Dan kun je hem claimen voor je eigen factie. Je kunt er items uithalen. Je kunt hem linken aan andere portalen om ervaringspunten te krijgen. Je kunt van alles doen. Dus het idee is eigenlijk dat jij de wereld ingaat. Portalen afneemt van de andere factie. Want er zijn dus twee groepen. En ja, op die manier gewoon een level groeit. En uiteindelijk samen met andere spelers van je factie de echte wereld erop uitgaat om missies uit te voeren. En het is gewoon heel erg leuk. En het dwingt je om te wandelen. En dat is alleen al goed. En het is dus blauw tegen groen. En je moet groen worden trouwens. Als je gaat spelen, groen. Ja, anders speel je groen. Dat leggen ze niet in de tutorial uit. Dat snap ik nog steeds niet. Maar als je blauw kiest, dan speel je minder goed. Ja, dat is... Nee, dat is ja. Dat is een game. De balans is ook niet goed. Ik bedoel, wat dat betreft is groen wel overpowered. Dus dat is wat slims. Ik weet dat je eigenlijk natuurlijk de underdog zou kiezen. Maar nee, stiekem wil je gewoon de beste kant hebben. En dat is groen. Je beseft trouwens dat groen, dit is ironisch. Maar daadwerkelijk de underdog is qua punten wereldwijd. Ik weet dat is ook dat leuker is. Op te spelen. Maar dat komt ook omdat, dat is wat grappige. Het is een beetje hetzelfde als 40-45. Iedereen wil in het verzet zitten. Het is alleen maar de naam. Hè? Want je hebt dus die twee teams die hebben een naam. Je hebt de in het plot van het spel is er een soort kracht die deze werkelijkheid binnen lijkt te dringen. De Shapers. Nou, hoe dat verder zit, bla bla bla. Maar de twee facties hebben hun eigen interpretatie van wat die Shapers doen. En de Enlightened, die willen de groene. Die willen die kracht verwelkomen, zodat de mens naar een nieuw evolutionair plan getild kan worden. En de Resistance, die zegt van, wat? Ga van mijn land af. Het is buitenaars, dus is het eng. Weet je, PVV-mentaliteit. Ja. En die proberen dus. Maar dit is dus alleen maar in-game. Het is alleen maar fictie. En het woord resistance, iedereen wil bij de rebellen horen dan opeens. Weet je wel? Ja, dat is, we hebben Star Wars gezien. Ja. Luke Skywalker was een rebel, daar hoor je bij. Je bent niet Darth Vader. Maar de grap is een beetje, de Enlightened, die geloven dus inderdaad in de hele van fantastisch, Exotic Matter, dat komt dus uit al die portalen. Het gaat ons als mensheid totaal naar een totaal nieuw vlak tillen, terwijl de Resistance zijn echt bang voor dat Exotic Matter wordt gebruikt om mensen te hersenspoelen en te zorgen dat het allemaal op hun manier gaat. Maar dat is zo'n kromme redenering. Want als iedereen werd gehersenspoeld door dat spul, dat al die blauwe spellen, al die smurfen, die dompelen zich daar dan ook de hele tijd in. Maar die gaan ook nog eens een keer door met verzetten. Dus als er hersenspoeling was, waarom wordt het daar niet ingezet? Het is een beetje gek. Bovendien, het zijn gewoon een beetje domme mensen. Als je de meerderheid hebt, dan kan je niet echt meer spraken van het verzet. Dan heb je het over de gevestigde orde. Ja, eigenlijk. En het zijn dezelfde mensen die dus dan ook voor de komst van iOS zeiden van... Oh, de conformisten van iOS, die dadelijk ironisch als ze dadelijk voor de Resistance zouden kiezen. Nee, maar het is Resistance tegen de Exotic Matter. Daar verzetten ze zich tegen. Ja, tegen de Enlightened toch? Want de Enlightened strijden voor... Ja, ook, maar vooral tegen de... Het is vooral, de namen zijn vooral gericht op hoe ze omgaan met die materie. Maar voordat we echt worden tot 13-jarige forumpubers. Waar even, want eigenlijk is het Alliance, trouwens. Ja, het is volkomen oninteressant. Groen. Maar ik heb de afgelopen week heb ik gemerkt hoe groot je speelervaring verschilt als je op een andere plek woont. Of ergens anders bent. Want ik woon dus in Utrecht. En nou, dat is echt, dan kom je om de zoveel meter, heb je wat te doen, zeg maar. Je hebt altijd wel weer een portal om te hacken, om te claimen, om te... Allemaal dingen, je kan van alles doen in het spel met die portals. En dat heb je altijd wat te doen. Constant een beetje telefoon, loop je buiten.
En ik was afgelopen week was ik in Leusden, dus een dorp vlakbij Amersfoort. Het is geen klein dorp, maar toch een dorp. Maar dat hele dorp was groen. Dan denk je, leuk, allemaal groen, allemaal jouw zijde, maar er is er geen reet meer aan. Nee. Want je kan eigenlijk niks meer doen. Dus het was soms echt zoeken om nog dat je even misschien twee portalen met elkaar kon verbinden. Ik zeg, één keer was er stiekem een blauwe portaal op een parkeergarage op een bedrijventerrein. Het was 35 graden en dan ging ik naar dat bedrijventerrein lopen om dan die portaal te hacken. Maar voor de rest was dat zo saai. En toen was ik weer in Utrecht vandaag. En ik had in een kwartier meer kunnen doen dan in een week in Leusden. Dus dan weet je ook wel verschil van, hey, dit... je kan natuurlijk ook meer moeite doen om bijvoorbeeld naar Amersfoort te reizen. En dan is er wel wat meer te doen. Maar als je het van je eigen buurt moet hebben, in bijvoorbeeld een uur lopen, een straal, een uur lopen omheen. Als het dan allemaal groen is en je eigenlijk gewonnen hebt, is het spel niet meer leuk. Dat is ook alweer een ding. Ik zat te denken, hè. Want, Arie, jij speelt natuurlijk op dezelfde plek als Arjan de Dorg. Dus ik heb ook een paar keer mee gepodcast. Hebben jullie ook al samen dingen gedaan? Of ben je hem tegengekomen van, hey, dit is zijn portaal? Of hoe zit dat? Wat dat betreft, ik vind het wel heel gaaf om te zien dat Arjan dan een portal heeft overgenomen. En ik zie ook zijn berichten af en toe in de chat opduiken. Ja. En Arjan is een soort ghost voor mij geworden. Ik had het al, want hij woont dus in Kampen, hetzelfde stadje als ik in woon. En dat is niet echt heel erg groot of zo, maar ik ben hem nog nooit tegengekomen. Maar eerst met Foursquare, dan zag ik iedere keer dat hij ingecheckt had. Dezelfde snackbar, hetzelfde Chinese restaurant, hetzelfde terrasje waar ik ook dan kwam. Dus dan is het al, en nu zie ik opeens portals van hem op plekken van, hey Arjan, maar ik zie hem nooit. Dus ik vraag me af of Arjan bestaat, of dat hij een soort ectoplasmische entiteit geworden is of zo. Want ik zie nooit Arjan, ik zie alleen, het is een beetje een soort Higgs-boson. Ik zie nooit Arjan zelf, ik zie alleen de invloed die Arjan heeft op zijn omgeving. Ik bedenk me net ook, hij is toch ook een van de weinige YouTubers die geen facecam gebruikt? Hij gebruikt wel misschien facecam. Misschien is hij inderdaad wel vlogs. Misschien is hij... Ja, dat moeten we even negeren. Dan kun je ook computer genereren natuurlijk. Ja, dat zou kunnen. Maar dat is echt inderdaad weinig. Dan is het enige wat nog van hem over is sinds de laatste Game Bytes meeting. Toen hebben we hem wel gezien. Alleen dat mooie warme stemgeluid is nog over. Verder is er gewoon niks meer. Misschien is dat wel gewoon een deel van het complot. Misschien is er niet één Arjan. Maar zijn er gewoon meerdere mensen die het bestaan van Arjan in stand houden. En toevallig zagen we een soort acteur. Ik heb een andere anekdote. Ik ga voordat ik echt. Ik ga het bijna geloven nu. Het past ook in de Enlightened lore. Dat is het grappige. Want die hebben het de hele tijd over een soort van wezen wat niet echt bestaat, maar wel bij meerdere portalen bestaat. Dat is gewoon Arjan. Ga verder. Arjan die speelt een veel grotere rol in Kampen dan ik ooit gedacht had. Kampen Underground. Oké, even, het begint een beetje sneuig, maar het valt wel mee. Ik had al een paar weken last van pijn een beetje in de buurt van mijn hart. En in het begin dacht ik, dat zal wel niks zijn, weet je wel. En dan maak ik weg. Maar op een gegeven moment word je een paar keer wakker van. En denk je van, nou, misschien moet ik toch eens naar de dokter gaan. Het is vast niks en zo. Maar ondertussen denk je toch, want ik denk het is een spiertje of zo van een rugzak of last van mijn maag, weet ik veel wat allemaal. Maar hoe dan ook, het is in de buurt van mijn hart, dus dan denk je, weet je wel, toch maar eens naar de dokter toe. Dus, en Ingress was gelanceerd, dus ik had al veel gewandeld en zo. En ik denk, ik loop naar de dokter toe en dan als alles goed blijkt te zijn, dan ga ik nog eventjes, op de fiets was ik trouwens, ik ga dan nog eventjes de stad in. En ik ging fietsen naar de dokter en ik zit daar en ik zit dan tegenover die dokter en die zegt, luistert en... Nou, is niks aan de hand. Ik zeg, ja, ik maak me toch een beetje zorgen. Ik ben 41. En toen, ik hoorde het mezelf zeggen. En zei hij, ja, dat klopt ook inderdaad. Op jouw leeftijd is op zich is niks aan de hand. Maak je geen zorgen. Je zit ook niet in de risicogroep. Het enige waar, je bent nou 41. Denk er een beetje om dat je misschien binnenkort een synchrone stroom laten checken. En hij ging zo al van die dingetjes langs. Dat denk ik. En ik zat naar die man te kijken. En ik voelde mezelf steeds ouder worden. Het was alsof op een gegeven moment, alsof het opeens echt hard aankwam. Van mijn god. Ik ben oud.
Dus ik, nou ja, in ieder geval niks aan de hand, geluisterd. Hij zegt van nee, maak je geen zorgen. En ik geef nog wat tabletjes mee tegen eventueel maagproblemen. Dan maak je geen zorgen. Komt allemaal goed, niks aan de hand. En ik neem dat dus allemaal zo mee. Maar je had helemaal geen maagproblemen. Nou, dat had ik wel. Maar goed, toen wel. Ik zeg, kan ik de piano nog spelen? Hij zegt ja. Ik zeg, dat kon ik hiervoor nog niet. Dus ik loop zo naar buiten. Ja, het is de oudste grap ooit. Dus ik loop naar buiten. Toen ik pak op mijn fiets. Ik denk, nou, het is niet al afgelopen. Ik ga nog even de stad en ik ga nog wat portalen hacken. En ik zie dat er eentje is in een soort zijstraatje. En ik ga er naartoe en ik stop op de fiets. En ik wil. En tegenover die portal zitten twee schilders. Ze zitten net hun koffie te drinken 's ochtends. Van die typische kamper aardappelkoppen van schilders. Is dat aardig? Nou, luister maar. Dus ik stop en ik wil gaan portal hacken met mijn telefoon. En ik weet niet wat er gebeurt. Maar ik glij uit en ik donder van mijn fiets af. En ik krijg het stuur in mijn maag. En ik lig echt te creperen op de grond van de pijn. En die twee kerels die schilderen zo van... gaat het? Ik zeg, ziet het eruit alsof het gaat? Oh, nou, ik denk, vraag toch maar even. Maar gewoon niet opstaan. Weet je wel? Dus ik na 3 minuten ik sta op. Ik hack die portal en ik... prioriteit. Dus, ja, prioriteit. Hij is eerst opgestaan. Ja, maar ik dus sta op en loop. Dus ik fiets naar huis toe en mijn vriendin die zegt, wat was je lang weg? Maakte me zorgen. Ik zeg, nou, ik ben van mijn fiets gevallen met buitenspelen. En ik dacht, valt wel mee met die leeftijd eigenlijk. Dus uiteindelijk dacht ik, het valt allemaal. Ik had best wel een blauwe plek op mijn buik. Maar goed, maar toen viel het op zich. Toen denk ik van, nou, als dat nog kan gebeuren... Was je al fietsend aan het hacken? Nou, ik wilde wel stoppen. Ik stopte wel en ik wilde mijn voet op de stoep zetten. En op een of andere manier... Was er geen stoep? Nou ja, ik had het verkeerd ingeschat of zo. Ja. Telefoon niet stuk, dat is ook... Nou, dat was ook... Ik heb zo'n leren iPhone-hoes eromheen zitten. En daar waren echt de schilfers van de hoek afgeslagen. Dus als die er niet omheen had gezaagd, was die echt stuk geweest. Ja. Nee, mijn eerste... Ik bedoel, voordat ik keek of ik zelf niet iets had, was mijn telefoon in orde. Ja, daarna woedde richting die twee eikels van schilders. Die niet eens de beweging van opstaan maakten. Welkom in kampen. Ja. Die waren vast van de resistance. Oh, dat zal het zijn. Je gaat iedereen wantrouwen op straat. Zelfs iedereen met een iPhone kan nu ook gewoon evil zijn. Op blauw smurf. Zelfs iedereen met een iPhone. Je had nog wat. Een maand geleden had je ook een iPhone, jongetje. Ja, nee, maar eerst hoeft je alleen te letten op mensen met een Android-telefoon. Nu is iedereen verdacht. Ja. Dat bedoelde ik, bedoel niet dat iOS evil is, maar... Het klonk wel een beetje zo. Ah, nee. Zelfs de users. Kijk, en dat is wat ik met Sift de hele tijd heb. Dat soort insinuaties. Ik heb trouwens wel een vraag even. Want er begon me iets te dagen. Toen ik aan het spelen, vanmiddag ook weer. In de stad is de kamper uitdagen. Dat is een braderie. En dat is echt heel treurig. Is die kameel weer terug? Die kameel in de regen? Nee, die is niet terug. Oh. Nee. Maar ik liep daar en ik was in sporters aan het hacken. En dat was al een stuk leuker dan de kamper uitdagen ooit geweest waren. Want ik had iets te doen. En op een gegeven moment bekroop me toch een angstig gevoel. Dat ik denk van, waarom doe ik dit eigenlijk? En toen realiseerde ik me, er is geen leaderboard. Ik heb geen vriendenlijst. Ik heb geen scores die je kan meten met de anderen. En op een gegeven moment dacht ik van, wat is nou eigenlijk het doel van het spel? Levelen. In eerste instantie. En je team helpen. En daarnaast inderdaad de MU-punten halen. De Mind Units. Maar wat doet dat dan? Daarmee vind je team. Ja. Kijk, het is, je ziet steeds in het spel... zie je een score van jouw team en die van de tegenstander. Dus op het moment staat de Resistance op 4-9... nou, en heel veel cijfertjes erachter. En de Enlightened op 3-5. Dus de Enlightened staan achter. En wij krijgen punten... door portals met elkaar te linken, zodat er driehoekjes op de kaart ontstaan. Dan komt er een groot groen veld tussen. En ja, dan krijg je mind units. En dat cijfer wordt daarbij opgeteld. En als wij hoger zijn dan de ander, ja, dan staan we. Dan, dat is de leaderboard. Het is echt coöperatief met miljoenen spelers. Nou, ik weet niet hoeveel mensen spelen, maar het is heel veel spelers tegelijkertijd. En wat ik een beetje mis, is het gevoel van dat er een soort... Want ik heb wel zo van... Dan word ik wakker en dan kijk ik op de ingress.com/intel kaart. Dat is een soort Google Maps met de overleven van alle portals. Zo van, hoe is het nu? En als dan alles blauw is, verdorie blauw! Of als alles groen is, we hebben het goed gedaan. Maar dat is het dan ook. En denk van, op een gegeven moment vraag ik me af of ik niet over een paar weken denk van, ja,
Waarom doe ik dit eigenlijk? Maar moet je dan niet gewoon misschien doelen voor jezelf zetten? Zoals ik zorg ervoor dat deze portal op geen manier... Aan mij. Daar zijn die badges voor, hè? Dat zijn ook een soort doelen die je dan voor jezelf kunt behalen. Er zijn bijvoorbeeld, je hebt een badge dat je zoveel dagen een portal hebt stand gehouden. Of een badge dat je zoveel kilometers hebt overgebracht tussen twee portalen. Daar kan je ook mee bezig zijn. Maar het is wel echt meer gewoon een teamding. Niet echt dat je persoonlijk iets moet halen of beter moet zijn dan een ander of zo. Dat heb ik altijd met een MMO. Ik wil altijd de held zijn. Ja, maar dat kan. Dat kan niet in een MMO. Als jij zeg maar... Nee, dat kan ook niet. Dat wil ik ook helemaal niet. Misschien moet jij gewoon een doel nemen dat iedereen van de blauwe factie in Kampen je haat. Omdat ze gewoon continu zien, ah, daar heb je weer die Harry Hole die mijn portals heeft gehackt. En ze kapot heeft gemaakt. Dat, op zich is dat wel... Dat gevoel had ik ook wel. Dat ik op een gegeven moment dan... Je hebt dan van die soort EMP-bommen die je af kan laten gaan als je in de buurt van een portal bent. En dat is best wel een bevredigend geluid. Dan je klikt dat aan, dan ben je in de buurt van een aantal van die resonators, heet dat. Die houden zo'n portal in stand. Dan druk je de knop, dan doe je zo... En dan zie je de percentagescores opflitsen van alle schade die je aanricht. En ik betrapte mezelf erop dat ik dacht, haha. Ik zie je daar staan in Kampen met je telefoon. Nou, wacht maar tot ik nieuws krijg op level 5. Nou, dat is wel ook zoiets. Want ik kan bijna geen deuk in een pakje boter slaan. Want al die porters zijn level 5 of hoger om mij. Het is maar heel zelden dat ik er echt eentje kan overnemen. Oh, dat is zo fijn hier. Want er is zeg maar, ik bedoel, ik zit in Heemstede en er zijn ook niet heel veel portals. Een beetje leusden. Maar er is in ieder geval één resistance speler. En die is ongeveer rond mijn level. Dus dat betekent ook dat je elkaars portals wat moeite wel kunt overnemen. Strijd. Het is niet dat je een level 8 gast hebt en direct denkt, ah, dat gaat niet gebeuren. Nou, er is hier iemand die heet Tempelier en die volgens mij heeft hij geen leven. Het enige wat hij doet is portals overnemen en vasthouden. En ik baal van twee dingen. Het eerste is, nee, maar die heeft alles overgenomen. En ik baal van twee dingen. A, dat hij mijn portals overneemt. En B, dat hij een ontzettend coole naam heeft gekozen die ik eigenlijk had willen hebben. Tempelier, dat is toch geweldig als je Tempelier heet in een spel over een geheim genootschap. Het is een hele classy naam. Het is alleen wel weer gek dat hij dan bij de Resistance zit. Maar... Ja, niet iedereen is perfect, weet je. Maar de naam is goed. Ja, voor een Resistance speler is het een rare naam. Dat bedoel ik niet als in van, ha, loser Resistance. Maar het is bij Resistance denk ik niet aan een tempelier. Dat is een orde. En dat hoort niet bij een groepje die vanuit de schaduwen de wereld probeert te redden. Nou ja, hoe dan ook. Als we nou zo diep ingaan op namen, wat moeten we dan van Gadget Prince nu vinden? Ja, want dat was niet echt mijn grootste gloriemoment. Nee. Even sluiten af met de Game Bytes. Omdat ik de afgelopen week die thuis was, heb ik veel met Vita gespeeld. Tuurlijk Spelunky, maar ook Final Fantasy X heel veel weer. Daar had ik al een tijdje terug al over. Ik dacht van, nou, nu deze keer wil ik het wel uit kunnen spelen. Want vorige keer, toen ik op de PlayStation 2 had gespeeld, en dan loop je vast bij de eindbaas en lukt het niet meer. Nu denk ik, hey, ik heb veel meer gameervaring. Ik kan dit wel. Ik ben slimmer. En ik ga dit nu gewoon doen. Nu ben ik weer op het punt bereikt dat ik de eindbaas kan bevechten. En ik ben niks opgeschoten. Ik ben niet slimmer geworden. Ik zit weer vast op dezelfde punten. Ik ga mijn best doen om nog wat dingen te verzamelen en te zoeken. Zodat ik het misschien wel kan doen. Dat ik toch misschien met meer ervaringen toch kan verslaan. Want ik wil het spel gewoon uitgespeeld hebben. En dan door naar X2. Maar de kans is groot dat het niet gaat. Ik kom uitspelen. Ja, ik bedoel, oké, uitspelen op het uitspelen is één ding. Maar als X2 je doel is, dat is echt iets van, ik wil graag naar huis fietsen, zodat ik glas in mijn ogen kan duwen. Nee, ik ga pas X2 spelen. Het gaat niet over Mega Man. Ik ga pas X2 spelen als ik X klaar heb. Ik weet nog niet of ik X2 leuk vind of niet. Ik ga in ieder geval, ik wil spelen en ik ben wel kijken wat het wordt, wat het is of ik uit kan spelen. Maar. Mijn advies, probeer gewoon te koesteren wat je in X hebt, want X2 gaat je niet heel veel brengen. Nou ja, dat zien we vanzelf wel. Dat, ja. Dat is geen mening, dat is een feit. Dat is, Nee, dat is een mening. Dat is een mening. Maar X was wel weer leuk om gespeeld te hebben in ieder geval. En ik hoop gewoon dat ik hem kan uitspelen. Pot voor 3 dulletjes. De Harry, jouw gamebite. Nou, laat ik het dan maar zeggen dat ik loop
volledig achter alles aan, maar ik raak heel erg gecharmeerd van The Wolf Among Us. En vooral omdat het... Wat ik zo gaaf vind is dat de manier waarop het verhaal verteld wordt zo lekker rustig is. Ik vind het zo fantastisch dat een game zo'n goede presentatie heeft. The Wolf Among Us, hebben we het wel eens eerder over gehad in de podcast. Volgens mij voordat ik überhaupt veel Telltale gespeeld had. Maar dat is een point-and-click adventure van de makers van The Walking Dead. Waar vooral de keuzes die je maakt als jouw personage belangrijk zijn. En het speelt zich af in New York. Waar sprookjesfiguren menselijke gedaante hebben aangenomen grotendeels. En jij speelt Bigby, de grote boze wolf die bloedig mysterie moet oplossen onder de geheime gemeenschap van sprookjesfiguren. En dat klinkt een beetje bizar, maar het is zo serieus en zo volwassen en zo gaaf gedaan. En super gaaf. Dus ik ben heel erg blij dat ik nou eindelijk serieus ingedoken ben. Misschien dat ik nou The Walking Dead ook maar eens moet gaan doen. Zeker de moeite waard. En lees de comics. Ik bedoel, Wolf Among Us is op strips gebaseerd. Fables. Ja, dat weet ik. Net als The Walking Dead trouwens. Die is ook... Ja, nee, uiteraard. Ja. Maar wat ik gewoon heel tof vind is wat ik zei, het tempo. Ja. Het is... Het neemt zijn tijd om dingen te vertellen. En het draait niet allemaal om actie. Het draait vooral om sfeer en om de belevenis. En dat vind ik een verademing. Het voelt gewoon... Het is wel stressvol in de zin van het verhaal. Maar niet stressvol dat je denkt van... het is niet Mega Man ellende of zo. Dat ik het eerste level niet doorkom. Bastiaan. Ja. Wij hebben afgelopen week een hele drukke week gehad. Bij iCulture. Bij iPhone Club was het toen nog. Want we zijn... eindelijk van start gegaan met onze nieuwe website. En dat is dus iCulture.nl. Dat is een samenvoeging van iPhone Club en iPadClub.nl. Dus al het iPhone nieuws, al het iPad nieuws. Eigenlijk alles wat je over Apple in de toekomst zult kunnen lezen, staat daar. Met echt een, wat ik vind, super, super mooi design. Het is echt, we zijn zo bizar lang daarmee doorgegaan. En dan vooral gewoon hier Chapal, die daar gewoon, zeg maar, het voortouw in nemen. Die zijn echt gewoon... Dat zijn de bazen Chapal van... ja, precies. Dat zijn mijn werknemers. Ik weet dat Jean-Paul, de uitgever, die is uiteindelijk... Ik kwam 's ochtends op kantoor om 9:00. Toen zat hij er. Nou, ging aan het einde van de dag ging ik naar huis. Volgende dag kwam ik terug. En dan zat hij er gewoon nog steeds. Zelfde kleding. Was gewoon keihard aan het doorknallen om die website van de tijd klaar te hebben. En het is ook gewoon een project van jaren. Maar ja, het is er eindelijk. En het is echt... Het is heel gek. Het is nu... Het grote project is voorbij. Maar we zijn er allemaal heel erg trots op. Dus... iCulture.nl, laat vooral even weten wat je ervan vindt. Ben ik heel benieuwd naar. Okido. Vergeet ons niet te raten op iTunes. Mail naar mail@gamers.nl. Ook met brieven die we eventueel kunnen voorlezen in de podcast kunnen behandelen. Yes. Klik op gamers.nl op de link naar bol.com als je wat daar gaat bestellen. En dan zien we heel graag volgende week weer. Namens Ariol, Bas en Vogel, ik ben Er Vogelaar. Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Mijn hele week was trouwens echt verziekt hoor. Want mijn hele ritme was door de war. Er was geen podcast op donderdag. Er was geen abridged versie. Ik had echt de balen van. Maar mijn eikpunten van de week zijn weg. Ja. Ik bedoel, ja.